Het is maart 2006 en Schiedam is bijna weer een molenrijker. Nummer 6 in de rij van Schiedamse traditionele stellingmolens. Deze molens zijn al de hoogste ter wereld, maar de molen de Nolet wordt de allerhoogste met een hoogte van 42 meter. Op 18 maart 2004 werd de eerste paal geslagen en ondertussen is er hard gemetseld om de romp van de molen een authentiek aanzien te geven. Ondertussen werd er door de molenbouwers van restauratiewerkplaats Schiedam een traditionele houten kap gebouwd. Bij constructiebedrijf Hollandia in Krimpen aan den IJssel werd deze kap voorzien van een generator en andere hoogstaande technologie die ervoor zorgt dat de windkracht in dit geval niet wordt gebruikt voor het malen van graan, maar voor het opwekken van groene energie ten behoeve van distilleerderij Nolet. Hier staan we bij Isaac van Buren, je bent van Hollandia en je hebt aan deze kap meegewerkt. Hè? Wat heb je er onder andere aan gedaan? Ik heb het aandrijfmechanisme, zeg maar, hebben wij hier geplaatst. De as van de molen zelf en de tandwiel aandrijvingen en zo hebben wij geplaatst hier op het frame van de molen, zeg maar. Ja. Dan gaat hij vanmiddag gaat hij varen. Hij wordt straks op het ponton geplaatst. Het is een zwaar ding, hè? Weet je hoeveel die weegt? Hij weegt zo rond de 52 ton. Hebben we vorige week geweten met loodcellen. En ze hebben hem helemaal bepaald waar de zwaartekracht ook precies komt en zo allemaal. Dus, En de kraan kan dat aan? De kraan moet dat kunnen hebben, ja. Hij kan 65 ton hebben, 60 ton zeg maar, de kraan. Dus dat moet voldoende zijn. Lastige klus geweest voor je? Nou, echt een lastige klus niet. De houten kap is een gewone kap zoals wij hem traditioneel altijd maken. Alleen je hebt hier te maken met verschillende partijen. De hele stalen frame waar je omheen moet werken. Maatvoering daarmee. Allerlei andere disciplines. De loodgieter die de hele loodbekleding eromheen heeft gemaakt. Dat maakt het wel wat anders dan wij gewend zijn. Het geveltje heeft een 18e eeuws karakter, hè, met de raampjes. En, heeft een molen daar... Een bepaalde molen daar een model voor gestaan? Het moest een kopie zijn van een Schiedamse molen. Nou, ja. Dit is de kopie van de Schiedamse brandersmolen. Alleen in zijn maat is die een 10% groter dan de andere molens. Ja, hier staan we bij een medewerker van de molenwerkplaats Schiedam, Domien. Je bent een man van het hout. Je hebt hier ook nog wat... houtwerkzaamheden verricht hier? Ja, we hebben hier de hele kap die we eerst in de werkplaats gebouwd hebben, hebben we hier naartoe getransporteerd en om het frame heen gebouwd en helemaal in elkaar gezet, gemonteerd. Ja. Moeilijke klus? Nou, een vrij lastige klus, omdat je met een heleboel verschillende mensen en een heleboel verschillende bedrijven te maken hebt. Met het loodwerk eromheen en met het ijzerwerk, dus er kwam een heleboel bij kijken. Ja, we staan hier bij Nardo Hogendijk van Hollandia. Ja, dat is weer wat anders, hè, dan bruggen bouwen. Nou, dat is inderdaad waar. Dat is een heel ander project dan wat je normaal gesproken doet. Maar daarom niet minder leuk. Met name de combinatie van een stalen frame met heel de traditionele houten kap daaromheen. En dan ook een stuk hoogwaardige technologie wat betreft het opwekken van stroom uit windenergie. Is toch iets wat in dit project heel leuk naar voren komt. Want het ziet er echt 18e eeuws uit, hè? De oude raampjes. Hij is met lood bekleed. Dat is ook iets nieuws hoor, voor een molenkap. Ja, nou, dat zijn echt disciplines die, waar andere mensen hard aan gewerkt hebben. En ik moet zeggen, dat het resultaat is inderdaad fantastisch. Het is een heleboel oude ambachten bij elkaar. Hout, lood en een stuk ijzerwerk waar wij dan voor ons steentje hebben bijgedragen. Was het problematisch om zo'n kap te maken? Ik bedoel, ben u nog dingen tegengekomen die u tegenvielen om het te maken? Nou, uiteindelijk is het allemaal best goed afgelopen. We hebben in het begin wel een heleboel. Er zijn best wel een heleboel dingen gepasseerd. Dat met detailafstemming te maken had. Maar voor ons, wat heel bijzonder was aan deze molen, is de hoofdas. De hoofdas is eigenlijk van een niet lastbaar materiaal gemaakt en is toch in elkaar gezet en gelast. En dat was voor ons wel heel spannend en is uiteindelijk heel goed gelopen.
De letterlijk loodzware molenkap, met daarin ondergebracht de modernste technische voorzieningen, wordt getransporteerd vanaf Krimpen aan den IJssel onder de Rotterdamse bruggen door naar Schiedam. Het transport en het huiswerk is in handen van het Schiedamse bedrijf Mammoet, die eenmaal in Schiedam aangekomen de kap op de romp zal plaatsen met de grootste hijskraan van Nederland. Staat de kap eenmaal op de romp, dan worden, als het weer het toelaat, de wieken aan de romp gemonteerd. Het wieksysteem is gebaseerd op het systeem Dekker en is doorontwikkeld door TU Delft. De wieken van de Nolet zijn ontworpen volgens verbeterde aerodynamische inzichten. Architectenbureau van Maurik Vermeulen bedacht een molen van 10 verdiepingen die onder andere een ontvangstruimte, een theater en vergaderruimte bevat. Nolet houdt van tradities. Dus daarom wordt er een zesde molen geboren in Schiedam. Krachtig en in één lijn met de andere reuzen in de stad. We staan bij meneer Nolet. Het is zover hoor. Het hoogste punt komt erop. Het hoogste punt is de kap. En gisteren is die aangekomen en vandaag gaat hij erop. Dat is een hele mijlpaal voor u, denk ik. Ja, dat is het beslist. We zijn er zo'n beetje 5 jaar geleden aan begonnen. Aan die eerste gedachte om te kijken of we hier een molen kunnen bouwen. En als je dan 5 jaar later de dag hebt en je ziet dat de kap arriveert. En je ziet die enorme kraan hier staan. Zo'n 500 ton kraan. De zwaarste kraan die er in Nederland is. Nou ja, dan is dat toch wel een moment dat we met elkaar en alle mensen die erbij betrokken geweest zijn een goed gevoel hebben. Ja. U heeft wel een hele spannende tijd achter de rug, want ja, de molen zelf is natuurlijk gebouwd. Het is al een hele tijd aan de gang. Er zit een bioscoop in, heb ik gezien. Dat ziet er ook fantastisch uit. Ja, er zit een bioscoop, tegelijkertijd theater. En die kunnen we op velerlei wijze gebruiken. Het wordt natuurlijk geen concurrent van het theater wat we hier in Schiedam al hebben aan de Schie. Maar het is voor ons bedrijf een fantastische mogelijkheid om onze relaties op de hoogte te stellen van onze onderneming en van de stad Schiedam, waar we al zo lang hier gevestigd zijn. Ik heb gehoord dat het bezoek aan de molen uitsluitend is voorbehouden aan uw binnen- en buitenlandse relaties. Hoe gaat zo'n bezoek er voor die mensen uitzien op zo'n dag? Nou, het is om te beginnen op afspraak. Het is niet zo dat mensen met een bus hier aan kunnen komen en dan zeggen van nou, we gaan de molens even in. Op afspraak wordt dat keurig netjes van tevoren met de mensen doorgenomen en dan arriveren ze hier in Schiedam. Ze zullen een stukje van Schiedam te zien krijgen. Ze zullen een stukje van ons bedrijf te zien krijgen. De ontvangstruimte van de molen wordt direct benut. En via de molen en een rondleiding door het bedrijf keren ze via de oude kolenketel nummer 1 uiteindelijk weer terug in de molen om daar een apparatiefje te hebben en weer terug te keren naar het land waar ze vandaan gekomen zijn. Morgen worden de wieken geplaatst. Dat is ook een speciaal iets, hè, die wieken. Dat is iets heel moderns, schijnt zo te zijn. De ontwikkeling van de wieken, dat is zonder meer heel modern. Dat is met de Technische Universiteit Delft tot stand gekomen. De afdeling aerodynamica heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Maar de vorm van de wieken is helemaal authentiek, zoals ze dat hier in Schiedam de andere molens ook hebben. Zodat deze molen van ons, de Nolet, geen buitenbeentje wordt. Of een vreemde eend in de bijt van de molens, maar die ook met zijn wiekenstelsel volledig lijkt op de Schiedamse molens die daar in het centrum al staan. Is er nou ook een gevaar dat andere molens in Schiedam wat minder bezocht gaan worden hierdoor? Dat gevaar zie ik zelf niet. Bezoekers die echt een molen willen bezoeken, die graan maalt, die worden door ons verwezen naar de nieuwe palmboom. Die daardoor, naar onze stellige overtuiging, meer belangstelling gaat krijgen, omdat die belangstelling voor ons bedrijf er sowieso is. En mensen die ja, molen willen ontmoeten waar windenergie wordt opgewekt, ja, die zullen dan bij ons terechtkomen. Succes met deze molen. We doen onze best en het ziet er goed uit. Ja, dank u wel.
Hier staan we bij Marnix Bakker van Polymarin. En Polymarin is een bedrijf die zich helemaal gespecialiseerd heeft in wieken, hè? Of eigenlijk ja, windbladen. Ja, het heet officieel rotorbladen voor windturbines. Maar hier mag je wel spreken van wieken, want nou ja, in de volksmond heet dat natuurlijk een wiek als je voor een oude molen rotorbladen maakt. Wij hebben de wieken ontworpen en ontwikkeld. En voor ons is het een hele kleine serie natuurlijk en het is echt een specialty. En een hele mooie uitdaging om zulke wieken te maken die, die er origineel uitzien. Maar onderuit zijn ze ontzettend modern. Dus de laatste stand van de techniek zit daarin verwerkt. Het mooie is dat deze wieken die gaan echt veel elektriciteit opleveren. En daar zijn ze ook op ontworpen. En het is zo dat de gebruikte profielen zijn zo modern dat ze veel meer energie kunnen maken dan de originele wieken van toen der tijd. En komt dat door het raamwerk of is het raamwerk puur sier in dit geval? Nou, in dit geval is het dus zo dat het raamwerk niet echt functioneel is, maar omdat het moet uitzien als een originele wiek, is dat erop gezet. Dus het raamwerk heeft eigenlijk geen functie, maar bij een traditionele molen heeft het raamwerk wel functie. Heb ik trouwens nooit begrepen hoor, een open raamwerk dat de wind daar überhaupt vat op heeft. Ja, daar heeft de wind wel iets vat op, maar het is ook de bedoeling dat daar dan een zeil op gehesen kan worden. En dat gebeurt dan veel, dus met weinig wind wordt er dan meer opgewekt door het zeil te hijsen. Dat doet de molenaar. Gaan deze wieken herrie maken, denk je? Nou, normale rotorbladen draait de tip ongeveer 270 km per uur. En dan wil een tip nog wel eens wat gaan fluiten. Dat is trouwens ook weer met de moderne inzichten wordt dat zeer gereduceerd. Maar bij deze wieken die draaien toch een stuk langzamer, dus fluiteffecten of lawaai, ik denk niet dat je daar veel van kunt verwachten. Dat is een prachtig technisch verhaal. Ik dank je wel en succes vanmiddag met het inhangen van de wieken. Dank je wel. Oké. Kroon op zijn werk, hè? Absoluut, absoluut. Het is ongelooflijk dat we dit meemaken. Het is geen woorden voor. Ja, en dan draaien met het spul. En van binnen mooi maken, zodat iedereen ervan kan genieten. Want het is ook voor Schiedam, denk ik, toch wel heel bijzonder. Hè? Want zulke dingen zie je toch niet iedere dag gebeuren. Ja. Geweldig.